Zo. Nou, ziet het er op zich wel netjes uit, toch? Oh niet. Nou, ik laat hem zo wel staan, jongens. Ik kan hier af en toe gewoon. Kijk, het is mooi. Nou, ik ga laat hem gewoon zo staan, jongens. Ik doe gewoon alle twee. En dan. Waar zit die? Hoe laat is het eigenlijk? Geen idee. Oh, maar je hebt het hier. Bleef niet opluizen. Nee, ik heb het opluizen vanavond. Heel mooi inkeep erin. Dan zaak ik hem nog eens heel mooi aan de bovenkant ook nog af. Nou, alles wat hij uitzet, jongens, gaat allemaal een beetje kort. Kort, anders zit alles in de weg. Dat moeten we ook niet hebben. Dunne takjes kan ik gewoon wegtikken, zoals die. Ja, weet je, ik doe het gewoon op mijn gevoel hoor. Ik probeer er iets moois van te maken, nou ja. Dus maar, het kan altijd nog een beetje bijgewerkt worden als het wat te hoog is, maar ik, ja. Hop, er gaat weer een boom. Was er weer een. Ik maak het een beetje tussenin vrij. Al het dooit pakjes weg. Ik ben gewoon tuinman van de vijfspel. Dit is wel een hele lastige. Deze staat meer aan jullie kant gericht, dus ik moet even kijken op de westenkant. Het zou mooi zijn als ze hier middenin gaat vallen. Nou, ik doe heel voorzichtig, jongens.
natuurlijk ook een beetje zelf een beetje richten, maar het is best wel een groot ding. Ah, het ging nog goed. Ik heb hem vast. Ik kilde hem vast. Fijne zaag, joh. Tussen. Ja, dat is het enige nadeel, mensen. Als dit op een palhoogte moet blijven staan, dan valt het allemaal tussen, moet het allemaal weer uithijsen. Dat is het enige nadeel met als dit op een bepaalde hoogte moet blijven. Dat, ja. Nou, wat er tussen invaart staat, maak ik even wat korter. Maak ik iets korter. De rest doet gewoon allemaal op bepaalde hoogte. Oh, hij stond gewoon naast me. Met de zaag. Hou ik hem dus op tegenaan. Dan kan hij een beetje dezelfde hoogte krijgen. En deze ga ik die kant op doen. Sommige dingen kan ik gewoon breken, dat is ook wel een nadeel. Voordeel. Dood hout zit er tussen, joh.
Nou, dan gaan we met deze kijken. Kijken of jullie deze ook zien. Ik hoop het wel natuurlijk. Los. Wat doe je toch aan de hand? Het is wel altijd spannend hè, waar die takken zijn om. Mensen, kan misschien een beetje wat langer duren. Maar dan kom ik dat ook heel veel ertussen ook weg moet halen. Snap je? Dus. En heel veel onder ook. Dus.
bijna klaar. Ik heb hem vast hoor. Zo. Heb ik echt groot, jongens. Dat het gewoon niet helemaal weg moet. Daar baal ik echt van. Dan ging de klap nog harder hoor, als je hem van onderen afzaagt. Dat is eigenlijk best wel jammer. Dan wel weer. Nou, bijna klaar. Nog een paar hoge boompjes en dan is het klaar.